Onze buitenruimte zag er vroeger wel helemaal anders uit. En als ik dan zeg helemaal, is het ook wel helemaal. Vroeger was onze buitenruimte één groot stuk kunstgras eigenlijk. Dat was niet zo uitdagend voor de kindjes, dus we moesten ook meer activiteitjes plannen om de kindjes bezig te houden. Onze buitenruimte was gewoon een deel grasveld met een stenen padje ertussen en dan nog een stenen plek. Er stond één boom, maar voor de rest was er weinig uitdaging. Hoe dat vroeger onze buitenruimte eruit zag, was gewoon een standaard groene ruimte. Met een plastic speelgoed in, een plastic kasteeltje, een buitenreisafje. Maar voor de rest niks echt heel speciaal. Dus wij wouden iets meer uitdaging erin hebben, omdat het zo wat eentonig was voor de kindjes. Vroeger speelden de kinderen vooral met het plastic speelgoed dat er was. Dat zijn de loopwagentjes die er aan zijn, de fietsjes, de emmertjes en de schepjes. Nu, de emmertjes die gebruikten ze dan voornamelijk om voor op hun hoofd te zetten. Ja, omdat eigenlijk, ja, wij hebben geen plek om in te schuppen of zo, dus dat konden ze eigenlijk niet doen. Ja, vooral liepen ze rond, een beetje niet heel doelbewust, om het zo te zeggen. We wilden de tuin echt veranderen, omdat we meer uitdaging aan de kindjes willen brengen. En omdat we ze ook meer motorisch willen stimuleren door meer met relief te werken en meer met groene dingen te werken, zodat de natuur ook dichter bij hen komt. Want we hebben heel veel kindjes die in appartementen wonen, richting stedelijke omgeving. Daardoor ook weinig buiten komen en geen contact hebben of weinig contact hebben met de natuur. Daardoor willen we echt de natuur veel dichter bij ons brengen. Dus we willen echt een belevingsruimte hebben waar ze volledig mentaal en motorisch gestimuleerd worden. De aanleg is gebeurd met het starten van een afbraak. Dus wij hebben bij de ouders gecontacteerd en wij hebben op de 3 zaterdagen toch wel 4 tot 5 ouders gehad die kwamen helpen. Goed zo, Alexander. De ouders konden stickertjes kleven op ons moodboard, wat dat zij als kind heel fijn vonden om te doen. En zo zijn we dan gekomen tot wat dat we nu hebben. Vanaf de beplanting hebben wij als personeel ook mee kunnen helpen. En eigenlijk was dat wel leuk, want ik zat bijvoorbeeld bij de babytjes en ik had zo niet het gevoel dat een tuin ook van ons was. Maar door daarmee in te werken, heb je wel, ja, een beter gevoel bij de tuin. En zijn wij ook al veel meer met de babytjes naar beneden gekomen. Boompje! Ja! Bij het veranderen van de tuin zijn we de eerste avond via het Ecohuis gaan horen naar de mogelijkheden om alles te doen. We wilden zelf eigenlijk starten, maar we hadden eigenlijk geen idee hoe we eraan wouden beginnen. En het financiële ontbrak ons ook, voordat we in trap 1 zitten. De kinderen spelen nu anders in de tuin, want van het moment dat ze al door de deur komen, is het dan aan de ervaring aan hun voeten. Voorheen was het inderdaad de zwarte rubber, dus moesten we voorzien dat we crocs hadden of dat ze hun schoenen hadden. Nu kunnen ze gewoon op hun blote voeten buiten lopen, wat ook wel fijn is. Ik heb van collega's wel al gehoord dat, ja, dat de kinderen zo in het begin heel afwachtend zijn. Van, wauw, wat gebeurt er hier? Dus wel zo'n beetje overweldigend zijn. En dat ze eigenlijk dan wel echt op ontdekking gaan. De kindjes kunnen veel meer ontdekken. Ook de eerste keer dat we met kleine groepjes, dus we hebben de eerste keer groepje per groepje een keer buiten gegaan. En dat was echt leuk om te zien hoe dat ze door de tunnel gingen en alles ontdekten. We hadden daarmee opzet de zandbak eventjes toegelaten, omdat ze alles zouden kunnen ontdekken. En dat was echt heel leuk om te zien. De meeste van het team waren direct mee. Zo enkele hadden wel zo een beetje hun bedenkingen natuurlijk, want we hoorden dan van de houtschilfers. Daar waren we een beetje bang van en dat zeggen we eerlijk. Van de houtschilfers waren we een beetje bang. Nu bij de grote is dat eigenlijk, valt dat heel goed mee. Die gaan dat zo niet echt in hun mond steken. Bij de kleintjes moeten we toch wel heel alert zijn. En ja, echt 1 op 1 of 1 op maximum 2 kindjes om ze in doog te houden. Maar met de tijd gaan ze dat ook wel leren en dat kan ook geen kwaad als ze een beetje ontdekken door dingen in hun mond te steken, als we het op tijd gezien hebben natuurlijk. Wow. Wat wij doen om zoveel mogelijk te kunnen buiten spelen, is ons echt proberen aan te passen aan het seizoen. We vragen daardoor aan de ouders om aangepaste kledij. Bijvoorbeeld bij regenweer of bij heel nat weer vragen we om regelaarsjes aan te doen, om extra jassen aan te doen, extra truien. We vragen ook altijd om mutsen en sjaals mee te nemen, zodat ze het goed warm hebben. Ook handschoentjes vragen we iedere keer mee te nemen.
Ook al is het iets minder weer, proberen we toch nog wel buiten te gaan en de kinderen toch nog wel van alles te laten ontdekken. Een tip die ik zou meegeven aan andere kinderdagverblijven is vooral om eerst goed na te denken. Het team heel hard te betrekken, maar echt niet een paar mensen, maar echt heel de groep. Zoveel mogelijk te luisteren ook naar alle mensen. Van wat zijn jullie ideeën? Wat houdt jullie tegen? En echt tijd te maken voordat dat het project beginnen. Ja, goed zo. Dat is nog een kleine tip dat ik zou zeggen tegen de andere crèches. Als ze de mogelijkheid hebben om de ecotuin met echt gras te maken, denk ik wel dat dat nog een meerwaarde is. We hebben nu het kunstgras herbruikt omdat we het hadden, dus dat is ook ecologisch. Maar ik vermoed dat het echt gras voor de kindjes nog iets leuker is. En als ik nog een tip mag geven, ik vond het zelf heel fijn om met mijn ouders te werken op een andere manier. Ook al zijn dat 20 ouders, die bloeien helemaal open en je leert die van een andere kant te kennen en die vragen daarachter. En dat vond ik zelf heel leuk, om gewoon je ouders van een andere kant te zien en zo losser en ja, gewoon echt heel fijn. Zorg wel dat je, als je met kleine kindjes buiten gaat, dat er inderdaad voldoende ogen zijn om ze in de oog te houden, hetgeen dat ook logisch is. Ja, ik zou zeker niet twijfelen om de tuin te laten veranderen, absoluut niet.